veiligheid is in gevolge artikel 16 van onze grondwet een grondrecht dat door een ieder gerespecteerd, gewaarborgd en beschermd moet worden. Dit betekent dat het verkeer en de wijze waarop we aan het verkeer deelnemen geen afbreuk mogen doen aan veiligheid. Dames en heren, met de Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand, zoals de verkeersmaand formeel heet, schept de regering, CQ het ministerie van Justitie en Politie, formeel ruimte voor alle overige actoren binnen de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om samen met haar extra aandacht te schenken aan verkeersveiligheid. De verkeersmaand heeft dit jaar als thema Gedenk verkeersslachtoffers, creëer mogelijkheden voor leven. Ons verkeersgedrag veroorzaakt nu nog tientallen verkeersslachtoffers en verkeersdoden per jaar. Het ministerie van Justitie en Politie is met verschillende zaken bezig om de verkeersveiligheid te bevorderen. Te weten, de oprichting van het Verkeersveiligheidsinstituut als centraal aanstuurpunt en coördinator van alle verkeersactiviteiten. De voorbereiding van een ontwerpwet schadefonds om mogelijkheden te creëren voor acute ondersteuning van onder andere verkeersslachtoffers. De aanscherping van de nieuwe rijwet. De vergroting van de verkeershandhavingscapaciteit van de politie. En ook de verkeerseducatie zal in samenwerking met partners binnen een jaar vorm en invulling krijgen. Laten wij met deze verkeersveiligheidsmaand bewijzen dat we in staat zijn gedurende 30 dagen aan het verkeer te kunnen deelnemen zonder dat er ernstige verkeersongevallen plaatsvinden, al dan niet met de dood tot gevolg. Laten we dit echt doen. Creëer mogelijkheden voor leven, zeggen we in ons thema. En dat kunnen we doen door verkeersregels in acht te nemen, door respect te hebben voor het leven van anderen op de weg. Toon in deze maand vooral ook attentie, in welke vorm dan ook, aan personen van wie u weet dat ze betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval en daardoor moeilijker door het leven komen. Het ministerie doet een beroep op u om samen met haar aan de weg naar verkeersveiligheid te blijven timmeren.